15 Surinamers zijn gisteren in het kader van 155 jaar afschaffing slavernij door president Desi Bouterse gedecoreerd. Dit gebeurde tijdens de Kitty Kotti-manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein. Het goed opgekomen publiek genoot zichtbaar van de verschillende muziekstijlen en optredens gepresenteerd door alle culturele groepen in Suriname. 9 personen kregen de onderscheiding van eremedaille in goud verbonden aan de Ereorde van de Palm, terwijl 6 gedecoreerd zijn tot ridder in de Ereorde van de Palm. De personen zijn onderscheiden voor het sociaal werk dat ze verrichten in de gemeenschap. Vermeldenswaard is dat 6 gedecoreerden afkomstig zijn uit Saramaka. Na de decoratieplechtigheid hield Bouterse een toespraak waarin hij filosofeerde over de term vrijheid. Het staatshoofd gaf namelijk aan dat Suriname zich nog steeds in een bevrijdingsproces bevindt. En dit proces van historische overdrachten, hoe gecompliceerd deze vaak ook zijn, gaan onverminderd door tot de gehele vrijheid van mentale bevrijding van slavernij ons steeds verder op het pad van welzijn zal brengen. Emancipatie en geestelijke bevrijding. Op 1 juli 1863 is een proces van vrijkomen, vrijmaken, van vrij zijn dat al veel eerder was gestart door de vrijheidsstrijd op de plantages door de koloniale machthebbers geformaliseerd. Het proces dat wij later emancipatie hebben genoemd, maspassie, waarbij de ketens van de tot slaaf gemaakte mens werden verbroken, aketi koti. De president voegde er verder aan toe dat menige Surinamers nog steeds worstelen met het gevoel van vrijheid. Hij vroeg zich af of Suriname echt geëmancipeerd is. Zijn wij reeds volledig geëmancipeerd? Met andere woorden, zijn wij ook vrij in ons denken, in ons doen en ons laten? Hebben wij ons geestelijk en cultureel maatschappelijk reeds volledig bevrijd? We zijn hard op weg als samenleving. Wij worden steeds bewuster van onszelf en dit bevrijdingsproces heeft een versnelling in zich en vordert met de jaren en de generaties natuurlijk gestaag. We mogen optimistisch zijn en positief blijven. Dit mentale en maatschappelijke bevrijdingsproces werkt als een ijzeren wetmatigheid. President Desi Bouterse gisteren tijdens de Kitty Kotti manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein.